En ja, in tijden van corona is het niet alleen voor ouderen moeilijk om sociale contacten te behouden, maar ook jongeren die hebben het tegenwoordig zwaar. Vriendschappen verdwijnen langzaam door het continu online lessen en jongeren krijgen ook bijna geen kans om elkaar fysiek te mogen zien. En iemand die daar meer aandacht aan wil besteden is de jongerenorganisatie van Weert Lokaal, Punt Gaaf. En momenteel aan de lijn Gina en Gwen van Punt Gaaf. Een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, Gina, we beginnen bij jou. Waarom is het zo'n belangrijk initiatief dat er extra aandacht voor nodig is? Nou, het is gewoon belangrijk omdat de input die wij kunnen geven aan de jongeren is essentieel voor latere belang. En als wij hun stem kunnen laten horen door wat wij doen, door workshops of met hun te praten, komt hun meningen, hun ideeën, hun beleving komt dan ook aan het licht. En ik denk nu vooral vanwege corona komt dit meer sterker naar voren, omdat de meeste afleidingen weg zijn. En ja, ik vind het heel belangrijk. Hun zijn de toekomst en hun stem moet ook gehoord worden. Daarom is het zo belangrijk. Ja, en je zei verschillende afleidingen. Kun je me daar meer over vertellen die we nu niet hebben, maar vroeger wel? Nou ja, ik denk, om wat je net al zei, zo even snel vrienden zoeken of in de stad op het terras, normale activiteiten doen. Ja, die dingen die doe je niet meer zo snel. Of die kunnen niet meer zo snel gebeuren. En dan, ja, dan komt de ware aard naar boven. Want Wat doe je dan? Ja, dat is, wat moet je dan? Want Gwen, vertel eens, waarom komt dit nu pas naar voren? Was dit vroeger dan geen probleem? En wat is het verschil dan tussen vroeger en nu? Ik denk dat het probleem eigenlijk altijd wel was. Alleen, doordat wij nu met de jeugd in gesprek zijn gegaan, met onze workshops die wij geven op school, hebben hun ideeën tegen ons verteld. En die projecteren wij nu zeg maar in onze inspirerende brief naar de raad. En dan hopen we dat we er iets mee kunnen doen. Ja, want zijn er jongeren die dan aangeklopt hebben of hebben ouders aan de bel getrokken om hier een probleem van te maken? Of hoe haal je zo'n probleem naar voren? Nee, we geven workshops aan de tussen 12 en 15 jaar, dus de middelbare schoolleeftijd. En dan laten we hen actief met ons meedenken, laten ze debatteren en dan komen ze met zulke problemen, zeg maar. En dan vonden wij het nu nodig dat we er iets mee gingen doen. En toen hebben we dus de brief geschreven naar de raad. Ja, en wat en doet eenzaamheid? Dat er iets mee gedaan wordt. Ja, dat hoop ik dan ook. Want wat doet eenzaamheid met de jongeren? Hoe gaan we dit met z'n allen oplossen? Ja, nou, ik denk dat eenzaamheid. Eenzaamheid, dat is iets wat van binnen is. Daar kan je van alles voorzetten, alle afleidingen, alle activiteiten, wat dan ook, kan je daarvoor plaatsen. Maar als eenzaamheid van binnen niet wordt opgelost, dan blijft het er. En nu er minder te doen is, komt dat meer naar voren. Ik denk dat als wij al een beetje kunnen bijdragen door essentiële activiteiten te organiseren of een plaats waar de jongeren naartoe kunnen gaan, waar ze zich veilig voelen om te vertellen, om te praten, om van andere jongeren ook te horen van wat hun meemaken, om ook gewoon, hoe hun het zeggen, chillen, dat ook al een verandering maakt. Dat is het alleen zijn handelen, kunnen oplossen. Maar die eenzaamheid, ik denk dat daar meer achter zit en dat dit een begin is van iets waar wij op een manier kunnen zijn voor hun om dit te gaan oplossen. En ja, ik denk dat dit wel heel gevaarlijk is, omdat als je eenzaam bent, je wilt dat gevoel wil je opvullen. En dat doe je, dat vind, als je nergens weet om te gaan, dan ga je dat opvullen met de dingen van de straat. En we weten allemaal dat niet alle dingen van de straat goed zijn. En dat je ook makkelijk verleid kan worden daardoor om met dingen te gaan opvullen, dingen te gaan doen die niet door de beugel kunnen. En ik denk dat als wij al een begin kunnen maken om een betere fundament of een betere uitgang voor de jongeren te plaatsen of te organiseren,
in samenwerking met gemeentes of andere instanties of wat dan ook, dat dat al een stapje is in de goede richting. Ja, want jullie hadden daar zelf natuurlijk ook wel een idee bij. Wat was jullie eerste concept? Concept was het niet. Het was meer een idee van de jeugd. Die wouden graag een gamehal. Een gamehal. Hun kwamen met het idee van een gamehal. Dat is een van de ideeën waar ze mee kwamen. Wij gaan echt gewoon... Wij triggeren ze om met hun ideeën te komen. En niet alleen te denken aan hunzelf, maar ook aan te denken van... Oké, wat kan dit betekenen voor de rest van de jongeren? En zodat ze met ideeën en hun meningen komen en met hun input komen. En daaruit kwam de game hall. En waarom is de hangout daar helemaal Boshoofd en niet in de binnenstad? Dus dat. Ja, dat is wel interessant, want jullie wilden dus die hangout. Ja, die is er wel, maar die kunnen we niet gebruiken. Of die is wellicht wat ver gelegen. Er moet dus een ontmoetingsplek in de binnenstad komen. Zijn er ook nog andere creatieve ideeën naar buiten gekomen om die eenzaamheid bij jongeren te laten verdwijnen? Een van de ideeën waar ze ook mee kwamen... was een jongeman die heel graag doet sporten. En... deze zei van, ja, ik woon helemaal op Leuken en ik moet helemaal naar Molenakker om daar bij die sportpark te zijn. En heel vaak wil hij met zijn vrienden, ook al is het nu wat minder vrienden die dan tegelijk kunnen sporten, wil hij dan samen kunnen sporten om op een goede manier, zeg maar, een bezigheid te hebben. Maar dan zeggen ze, ja, het is te ver. Ja. Dus ja. Dan doen ze het maar niet. Of dan gaan ze maar minder sporten. Of gaan ze maar minder op die manier met elkaar om. Dat is ook een van de ideeën. Verder ging het voornamelijk over hun beleving. Wat hun hebben. Wat hun vinden. En wat ik eigenlijk heel mooi vond om te zien, is dat hun best wel veel begrip hebben over de maatregelen die er zijn. Ze begrijpen waarom. En niet dat ze, het is niet leuk, tuurlijk, het is niet leuk. Maar ze begrijpen het wel. En dat vond ik wel heel mooi om dat te kunnen ondervinden bij hen. Ja. Ja, want Gwen, jullie hebben dus met z'n allen een brief geschreven aan de gemeente. Wat hopen jullie nu dat de gemeente gaat doen? Of wat voor hulp hopen jullie te verwachten vanuit de verschillende instanties van de gemeente? Ik hoop dat ze het oppakken en eventueel iets bedenken of mogelijkheden creëren waar de jeugd iets mee kan. Dat ze... Het hoeft niet eens binnen te zijn, dat ze gewoon ergens in een parkje gewoon lekker kunnen zitten met z'n allen. Of iemand anders misschien van een hele onverwachte hoek misschien te hulp schiet. Dat de jeugd gewoon iets kunnen doen. Ja. Iets leuks, iets met z'n allen. Dat is gewoon heel belangrijk, ook voor later. Die mentale psyche van die jeugd, dat gaat helemaal kapot, denk ik. Ja. Nou, ik hoop dus op het beste. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit mooie gesprek. En ja, ik hoop dat we dus binnenkort iets mogen terugzien van die mooie ontmoetingsplek. Of misschien wel een van die andere toffe ideeën. Heel erg bedankt. Yes. Ja, jullie ook bedankt. Een fijne zondag.